uit heel Europa. Ja. Daar ga je aan meedoen, daar ga je ons land vertegenwoordigen? Of, ja, naar het Nederlandse taalgebied. Ja. En dat is een taalgebied van eigenlijk Zuid-Denemarken, een stuk in Duitsland en de oostelijke provincie van Nederland. En dat is totaal 30 miljoen inwoners, dus eigenlijk nog weer veel meer dan alleen Nederland. Zeg maar. Dus Duncan Lawrence deed 17 miljoen mensen, ik dan namens 30 miljoen mensen. Maar Brabant, wat officieel daar niet bij hoort, ik wil ook namens jullie eer op houden. Dus ik wil gewoon echt heel Nederland trots maken daar volgende week. Ja, gaat het ook uitgezonden op tv? Of ja, er komt sowieso een stream, maar die staat waarschijnlijk alleen online. En misschien dat TV Drenthe het wel uitzendt, maar dat moeten mensen even mij gaan volgen of de website bezoeken, www.leonmoorman.com, want dan houden jullie allemaal gewoon op de hoogte. Ja, maar als je een goede abonnement hebt op tv, geloof ik dat TV Drenthe in Nederland kunnen ontvangen. Hè? En sowieso online kun je ook heel gauw dingen zien. Dus dan kunnen we jou gaan volgen. Daar ga je meedoen met het liedje Knoien. Knoien. Knoien, wat betekent dat? Knoien. Ik zou zeggen knoeien. Nou, het lijkt er een beetje op, maar het komt een beetje neer op prutsen. Dus prutsen. Vroeger als kind kreeg ik vaak te horen van, ach, wat denk je wanneer je loopt niet zo te knoeien, hè, als ik iets niet goed deed. Maar knoeien is eigenlijk ook een soort van oefenen. Dus als je ergens beter in wil worden, als je wilt leren gitaar spelen of je wilt leren timmeren, je moet een beetje beginnen met vallen en opstaan en foutjes maken. En dat noem ik dan knoeien. Dus eigenlijk is knoeien een heel positief woord van, zonder te knooien, geen positieve ontwikkeling, zeg maar. Ja, je moet met vallen en opstaan moet je iets leren. Hè? Precies. Ja. Ja. En heel veel vallen en heel veel blauwe plekken voordat je iets kunt. Hè? Precies. Knooien. Knooien. Wij drenten slikken wat in, hè? Ja, goed. Ja, knooien. Ik bid niet voor primboen. Nee, dat dacht ik al. Wel voor wasbroodjes. Ik bid voor heel veel dingen, maar goed. En ook voor bruine bonen trouwens, hoor. Oh, heerlijk, ja. Heerlijk. Nou, Leon, ik wil nog wel een cursus Drents leren. Ja. Nou, dat kan. Dat doe ik bij Omroep Vlaardingen ook al, één keer in de maand. Dus ik wil gerust één keer in de maand telefonisch even cursus Drents doen. Ja. Nou ja, god, wie weet, straks in het nieuwe jaar dat we daar een extra item voor in knooien. Ja, elke week bellen voor een cursus Drents. Ja. Of elke maand, dat hoeft niet letterlijk elke week, man. Of wel, als je elke week zoveel gasten hebt als vandaag. Maar dat hebben we niet elke week. Maar goed, ik ga jou heel veel succes wensen in Italië. Dankjewel. En hou ons land hoog. Ja, ga ik doen. Goed, gaan wij nu luisteren naar jouw plaat waar je mee gaat doen in Italië. Knoien. Yes, inslikken. Wat kun je allemaal inslikken, Peter? Wat kun je allemaal inslikken? Wat je allemaal in kan slikken. Ja. Brunboen. Brunboen. Ik heb thuis een potje staan. Dat is eentje gek van die lust, Bruin. Ja, Bartje. Nee, die bidt niet voor Brunboen. We gaan luisteren naar Leon Moorman. Ja. Goed hard zetten, hè? Moet je mij weer hebben, ja? Natuurlijk. Ja,